Een vlucht van Jet Air van Rotterdam naar Hamburg is vanochtend geannuleerd vanwege de aswolk uit IJsland. Het niet doorgaan van de vlucht volgt op het sluiten van het luchtruim boven Noord-Duitsland. Er kan vandaag vanwege de aswolk niet worden gevlogen op Hamburg en ook niet op bijvoorbeeld Hannover en Bremen. Mogelijk gaat in de loop van de dag ook het luchtruim boven Berlijn dicht. In een woning aan de Schravendijkwal in Rotterdam-West heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De brand begon rond 11:15 en sloeg over naar het pand ernaast. Uiteindelijk zijn 4 mensen ongedeerd uit de aangrenzende woning gehaald. Het vuur was na een uur onder controle. De bekende Sparta-supporter Nico de Borst is benoemd tot consul van Georgië. Hij moet de belangen behartigen van Georgië in Nederland. Hij kreeg de titel gisteravond tijdens een ceremonie op het kasteel. Bij de benoeming was ook Sandra Roelofs aanwezig, de vrouw van president Saakashvili. Woensdag is een prachtige dag. Het is zonnig, er staat weinig wind, het blijft maar droog. En temperaturen komen hoger uit dan vandaag. Het wordt ongeveer 21 graden.